Hey toppers, in deze video wil ik drie scenario's bespreken van de XRP rechtszaak of althans van de Ripple rechtszaak, wat gebeurt er als ze eventueel winnen, ze kunnen gaan schikken en verliezen en even een kleine koersanalyse van wat er nu te zien is in de charts. In deze video dus volledige XRP analyse. Hey, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Corné en als je nieuw bent op dit kanaal, allereerst welkom op dit kanaal. Ik deel hier alles omtrent crypto maar ook NFT's. Dus als je hier nou meer over wil leren, crypto, NFT's, geld verdienen met crypto of en of NFT's, overweeg dan even om op die rode abonneerknop knop te klikken onder deze video hier. Like hem even als je het soort updates tof vindt en plaats even een reactie. Wat wil je in de volgende video zien? Ik ga in deze video weer een like actie doen, althans een win actie doen. Uh, wat kan je daarvoor of wat moet je daarvoor doen? is even liken. En even een reactie plaatsen en dan kan je levenslang mijn gratis crypto calls uh, pakket winnen. Dus alleen even liken en even reageren onder de video en je doet automatisch mee. En ik ben sowieso voor elke like, elke reactie ben ik jullie allemaal heel erg dankbaar, want het helpt voor wat meer bereik van mijn kanaal, zelfs in deze tijden, want het is een beetje lastig om genoeg uh, of om veel views te krijgen. En dat doe je natuurlijk toch graag als je content maakt. Goed, uh, ik begin eventjes met als je Instagram hebt, zou ik het tof vinden als je me daar volgt. Zie je wat van mijn persoonlijke leven, wat memes, wat crypto, NFT, info, adcorneemmerchant zonder dubbele streepjes of letters. Linkje vind je ook in de beschrijving. Ik krijg dagelijks nog tientallen berichten van mensen uh, die allemaal nepaccounts doorsturen en scamaccounts. Ik weet het. Ik kan er niks aan doen, eh, rapporteer ze. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Instagram wil me nog geen verified geven helaas. Eh, en ze blijven maar telkens terugkomen met een nieuwe account. Heel vervelend, maar pas daar dus in ieder geval voor op. Daar heb je nou zoiets van, ik wil meer over crypto of NFT's leren. Ik heb allemaal gratis eh, toffe items gemaakt die je gewoon kan downloaden en kan aanvragen via de mail. En slash gratis, ik zal het linkje ook in de beschrijving droppen. Oké, okay. eerst een stukje technische analyse op XRP. Want wat zien we? We zitten nog steeds binnen die symmetrische, of nou, misschien een, um, een descending triangle of een symmetrische driehoek. Het is lastig te zien zo. Het lijkt eerder een symmetrische driehoek omdat het niet helemaal een horizontale support is. Uh, en die is over het algemeen 50-50. Um, dus breekt hij naar boven, breekt hij onderuit, is een kans op 50-50. Descending is wat meer kans op uitbreken naar beneden. Goed. Dit is op de weekly, dus het duurt nog heel lang voordat deze daadwerkelijk gaat uitbreken. Waarschijnlijk, als hij dit doet en als er niks geks gebeurt, is het pas rond augustus dat zo'n patroon dat gaat laten zien. Um, maar voor nu is dit verder niet heel erg spannend op de weekly. Wat we op de daily zien is al wat meer. Dus we zoomen in, je ziet dat hier nog steeds de trendlijnen goed gerespecteerd worden van de driehoek die we getekend hebben. En in die driehoek zien we weer een driehoek. En dit is ook een symmetrische driehoek, uh, waarbij we zien dat de IMA's en de ME-lijn gecrossed is hier, wat bullish is. En vervolgens blijven we de support ophouden. Trekken we de IMA ribbon erbij, zie je dat het ook uh, misschien bullish gaat worden. Hier zijn we bearish geflipt, dat betekent dat de rode lijnen, uh, de langere IMA's, boven zijn te komen liggen. Uh, en we zitten nu heel dicht op elkaar, dus de kans dat hij flipt is aanwezig en dat is bullish. Zoals je hier ziet, als die bearish flipt, dan zie je vaak een, een uh, val naar beneden. Flipt die bullish, zoals je hier ziet, zien we een stijging omhoog. Als we hier die stijging omhoog zien, is het eerste prijsdoel wat ik in de gaten ga houden. Is de bovenkant van dit patroon. Dus dat zal ongeveer, uh, je ziet dat hier ook veel uh, horizontale resistance zit. Dus dat zal die 85 cent hier zijn waar ik dan naar ga kijken. Dat is het eerste getal, simpelweg in de gaten te houden. Um, en dat is natuurlijk als we een beweging omhoog maken. Maak een beweging naar beneden, dan zie ik denk ik snel die uh, ongeveer 70 cent terug wat de onderkant is van dit patroon. Nu kan het ook zo zijn dat we al vrij snel uit dit patroon gaan breken. Door nieuws of iets wat in ieder geval wat er in de markt gebeurt. Bitcoin die lekker gaat, XRP die de rechtszaak wint. Zou allemaal aanwezig kunnen zijn. Dan zie je dat als we hier dus op dit punt uitbreken. Dus we breken door die resistance heen die hier. Uh, zit die we net hadden aangegeven. Dus als dit gebied. Dan zie je dat we de bovenkant van uh, een driehoek halen. Die we op de weekly net gemaakt hebben. Dus dat zou een mooi prijstarget zijn. En je wil natuurlijk altijd wat meer Confluence erbij zoeken. Uh, dus je kan ook VIP eroverheen gaan trekken. Eens kijken welke levels komen daarbij. Je ziet dat hier de 1618 in de buurt ligt. Dus je zou hem als zone kunnen maken. Dit weghalen. En je zou hier dus een zonder kunnen tekenen van resistance, dat je in ieder geval weet dat daar een grote resistance zit. Je zou er eventueel zelfs in kunnen zetten. Uh, wat voor resistance er allemaal bij zit. Uh, je kan Fibonacci op meerdere punten gebruiken, over meerdere weefjes leggen om meer confluence te zoeken. Je ziet dat ook die 168 in de, uh, die golden pocket, sorry die 0618 in de buurt komt. Dus dat is een mooi level. Dus breken we dit patroon en vooral die resistance op 85 cent, dan is mijn volgende prijszak bovenkant van dit patroon, kun je een mooie trade opmaken. Namelijk, al zou je wachten dus totdat, je hier, uh, totdat we dit level gebroken hebben, dus dat is dit level, en we maken deze resistance tot een support. Kun je zoeken naar als je een mooie uh, bullish candle krijgt, naar een entry. En dan kun je een leuke trade openen uh, tot aan de. In ieder geval de resistance van dit patroon. Dat zal dan zijn ergens rond zo'n 30% zonder hefboom nog. Dus dat zou een hartstikke mooie trade zijn. Maar er zijn natuurlijk ook bearish scenario's. En we gaan er zo meteen over hebben waar die, uh, de rechtszaak dan allemaal bij komt kijken. En dan kun je natuurlijk ook het target aan de onderkant zetten. En dan zie je dat we daar al een, um, een aanzienlijk laag target hebben. Van als we ook op de weekly, weekly gaan kijken is het 45 cent. En je ziet ook in het verleden hier zit veel um, support Zoals je hier kan zien, op die 45 cent. Of 44 cent is het meer. Er zit veel support. Dus dat zou een target kunnen zijn. Mochten we de onderkant van dit patroon breken. Dat zie ik niet zo snel gebeuren. Dus ik denk, als we inderdaad die uh, uh, het patroon op de daily breken dus dat we hier uitbreken wacht sowieso op de retest zodat je niet gefaked out wordt en we hier doorgaan maar wacht totdat we hier uitbreken deze support als resistance maken en dan een volgende bearish candle krijgen kun je instappen die trade maken en dan zou ik hem traden naar de onderkant van dit patroon uh, en dan kom je dus uit op uh, deze support hier en dat is zo'n 58 cent als Target. Breken we dan daarna het patroon, dan heb je die volgende target van 45 cent. Dus dat zijn zowel Bullish als Bearish, bearish, bearish scenario's voor XRP op de wat kortere termijn. Goed, dan nu de rechtszaak. Want de rechtszaak speelt nu nog steeds in XRP natuurlijk. En er kunnen simpelweg drie dingen gebeuren. Het eerste is XRP of, of Ripple wint de rechtszaak. Van het SEC, dus als je niet uh, weet wat nou precies die rechtszaak inhoudt, dat kun je gewoon allemaal opzoeken. Dat is heel simpel. Of check even dit berichtje van Crypto Insiders. Uh, ga ik nu geen tijd aan besteden verder. Daar heb ik heel veel video's over gemaakt. Maar, wat als de Ripple de rechtszaak wint? In dat geval zou Ripple zonder problemen kunnen blijven opereren in de Verenigde Staten. En de rest van de wereld, dat is een ding. Het is een rechtszaak in de Verenigde Staten van het Securities and Exchange Commission. Zou ze hem verliezen, mogen ze niet meer opereren in Amerika. In ieder geval niet op de manier zoals ze nu doen. Maar wel in de rest van de wereld. En uit mijn hoofd zijn ze al voor 75% buiten Amerika operatief. Dus dat zou niet eens heel erg, uh, heel erg zijn voor hen... Uh, maar natuurlijk gaan wel heel veel investeerders dat als bearish zien, en zo je waarschijnlijk een dump zien. Goed, komen we zo. Maar uh, het bedrijfsleven waar we volledig kunnen gaan focussen op de ontwikkeling van hun producten, waarbij klanten zoals banken en grote financiële instellingen weer meer vertrouwen kunnen krijgen in de producten van Ripple. Nou, dit is ook mooi. Gaat voor euforie zorgen, zorgt voor een pump. En dan weet je dus welke prijs de je in ieder geval aan de gaten kan houden als dat gaat gebeuren. Ripple schikt de rechtszaak, dat kan ook. Ripple kan ook zeggen: Oké, okay, we, uh, we, uh, we schikken de rechtszaak, we maken een uh, agreement met het SEC. En in alle waarschijnlijkheid betaalt XRP, of Ripple moet ik zeggen, betaalt dan een boete. Maar als zij weten dat zij in hun gelijk staan en dat ze hem gaan winnen, dan acht ik de mogelijkheid dat ze hem willen schikken. Klein, maar die zitten dus ook in. Wat dat betekent is, Ripple betaalt een boete. En vervolgens kunnen ze verder gaan opereren. Wat ook best wel bullish zou zijn, omdat ze weer verder kunnen gaan uh, waar ze gebleven zijn, als het ware. En die rechtszaak achter de rug is. Dat zou ook mooi zijn. Maar dan blijft er misschien natuurlijk nog altijd wel twijfel bij grote investeerders. Uh, of dit nou wel helemaal uh, zuivere hap is als het ware. Als laatste optie, Ripple verliest, XRP-koers dumpt nog harder. Nou, en dan is het natuurlijk het scenario waarin Ripple de rechtszaak verliest. Dit zou betekenen dat het bedrijf niet meer dan 1 miljard dollar, uh, meer dan 1 miljard dollar aan boetes moet betalen aan het SEC. en dat XRP niet meer gebruikt mag worden binnen de Verenigde Staten. Zou vanzelfsprekend desastreus zijn voor het bedrijf en de XRP-koers. De koers zou in dat geval nog dieper dumpen dan het al deed. Zou zonde zijn. Ik zie het niet snel gebeuren. Komen steeds meer positieve berichten vanuit die rechtszaak naar buiten. Volg ook de advocaat op YouTube, Jeremy Hogan, uit mijn hoofd. Heel fijn kanaal om dit in ieder geval te volgen. Ik probeer hier dingetjes van uit te plukken ook. En mijn eigen kijk op XRP en de rechtszaak en uh, Ripple, et cetera. Naar jullie gewoon duidelijk te vertalen. Ik hoop ook dat je er veel aan hebt. En dat je weer veel hebt gehad aan deze video. Als het zo is, like hem even. Deel hem even met vrienden en familie. Plaats een reactie onder de video. En dan hoop ik dat ik je weer terug zie in de volgende. Adios.